Onder het thema Nooit alleen, maar samen sterk heeft de stichting WOJ zaterdag een Beauty en Hair vakbeurs georganiseerd in Congreshal. Het is de vierde keer dat deze beurs gehouden wordt. Verschillende exposanten hebben hun producten en diensten die veelal te maken hadden met haarproblemen en huidverzorging tentoongesteld. Volgens Beryl Pinas, voorzitter van de stichting BOJ, is er zoals ieder jaar weer een sociaal doel gekoppeld aan de beurs. Een deel van de opbrengst zal geschonken worden aan een organisatie die zich ontfermt over kankerpatiënten, zegt Pinas. Dit is de vierde beurs dat we organiseren. En deze beurs is met de bedoeling voor de kleine ondernemers om ze in het zicht te brengen met hun producten en diensten. En ik ben ieder jaar tevreden met de opkomst, de exposanten die durven om met hun producten naar voren te komen en hun diensten. En ook de bezoekers die komen, wil ik bedanken dat ze ook hier komen om de exposanten hun producten en diensten te komen bezichtigen, te komen beproeven. Om te zien wat de Surinaamse markt ook heeft, dat niet alles wat uit het buitenland komt, dat het beste is. Claudia Kastelen, voorzitter van Stichting Nooit Alleen, die zich bezighoudt met kankerpatiënten, zegt dat haar organisatie gezondheid belangrijk vindt. Zij was dan ook blij dat op de beurs de mogelijkheid bestond om onder andere de bloeddruk en suikerspiegel te meten. Kastelen waardeert het dat de Stichting BOJ de kankerpatiënten gedenkt. Kanker in Suriname, doodsoorzaak nummer 2. Maar uit wetenschap, als je op tijd naar de dokter gaat, dat je wel ervan kan genezen. Omdat we er ook van bewust zijn dat in Suriname onwetendheid, niet ook toe ervaring. Dus omdat mijn overleving en na de 20 jaar en midden ervan bewust en zeker dankbaar vind, maak me vinden we besloten voor zet me in Suriname tegen kanker. En dat doen wij door zeker voor voorlichting. Omdat we merken dat als je niet weet wat je scheelt, het maakt niet uit wat het is. Hè? Maar als je de informatie hebt, dan kan je er beter tegenaan. En daarnaast ook toe ondersteuning bieden aan kankerpatiënten. Vandaar alleen nooit alleen, omdat we ook toe ervaren dat je kanker treft niet alleen de patiënt, maar ook zijn naasten. En alleen kunnen wij de strijd niet aan. Dus vanuit deze plaats zeg ik aan alle exposanten en bezoekers hartelijk dank. Want jullie leveren op deze mooie wijze ook een bijdrage. Claudia Kastelen, voorzitter van Stichting Nooit Alleen. Zij sprak afgelopen zaterdag tijdens de opening van de Beauty and Hair vakbeurs die voor de vierde keer is gehouden in de congreshal.